weer gaan regenen. En dat betekent dat we deze wedstrijd, denk ik, niet volgen. Maar hey, Fisichella, wow, wat heb je risico? Raakte die hem? Heel lichtjes, denk ik. Een hele lichte touché van Giovanni Carlo Fisichella, die ineens besloten toch maar te gaan doen. Die aan de binnenkant zit, meer power, meer grip en opkomen recht een stuk. Moet hij hem laten, hij raakt hem neer. Tweede touché van Fisichella. Een heftig gevecht waarbij Fisichella alle risico's neemt en Schumacher het toe moet laten. En Fisichella moet gaan oppassen dat hij hier niet voor bestraft wordt.